Hallo allemaal, het is weer tijd voor een Sims aflevering. En in de vorige aflevering had ik jullie al iets verteld. Mijn vrouw, juf Jannie, had een idee. En dat idee was om subs na te maken. En daarvoor moeten we een nieuw huis gaan kopen. Dat gaan we niet nu doen. Maar als we dat gaan doen, dan ga ik denk ik één van die huizen die je hier op de achtergrond ziet kopen. Die zijn lekker groot, er kunnen veel subs in. En dat lijkt me wel een grappig idee. Hoe we het gaan doen is... Jullie geven je op en zeggen van ja, ik wil wel als Sim in jouw spel zitten. En dan geef je je naam natuurlijk. Je hoeft niet je echte naam te zijn, hè. Je stuurt geen foto's naar me op. Ik wil geen foto's van je hebben. Tenzij je al een YouTube kanaal hebt waar je te zien bent. Dan mag je dat wel naar me sturen. Maar ik wil geen persoonlijke foto's van jullie waardoor je op internet komt. Als je je YouTube kanaal stuurt, dan ga ik dat ook niet laten zien. Want misschien wil je over 2 maanden wel stoppen met je YouTube kanaal. En vind je het helemaal niet leuk dat mensen je herkennen. Dus ik ga eigenlijk gewoon een sim maken waarvan ik denk hoe je eruit ziet. En jij gaat dan naar mij toe sturen. En dan via een e-mail of via de comments van hoe oud je wilt zijn in het spel. En wat je traits zijn, dus of je heel kieskeurig bent. Of dat je netjes bent of dergelijke. En al dat soort dingen. Dus al die dingen... Die ga je dan beschrijven en die gaan wij doen. Nou, en in de tussentijd zien we dat mijn sim net is opgestaan. Ik heb nog steeds geen koelkast, maar in deze aflevering gaan we daar een verandering in brengen. Ik heb mijn pizza per ongeluk laten staan, dus dat is niet zo fris. En vandaag gaan we het groeien, maar ik ga vandaag dus ook uitleggen hoe we dat simgedoe gaan doen. En nou ja, ik ga binnenkort een e-mail aanmaken en daar kunnen jullie dan een e-mail naartoe sturen. Of ja, dat is handiger dan de comments. En... In die e-mail zeg je dan dus je naam, je traits, of je jongen wil zijn of een meisje wil zijn. En het hoeft niet je echte naam te zijn, hè? Dat is gewoon niet zo verschrikkelijk handig. Ik ga trouwens weer eten, hè? Want ik moet natuurlijk altijd eten in dit spel. En ik heb nog geen koelkast, dus ik moet het via het park doen. Het kost me veel tijd, maar het is natuurlijk wel gezellig, want als er iemand is om mee te schaken, is dat wel extra leuk. Nou, terwijl het spel even doorloopt op de achtergrond, blijf ik even doorpraten over wat jullie allemaal moeten doen. Er zijn traits, dus wat wil je doen, wat is je doel in het leven, wat wil je bereiken? Al dat zijn allemaal dingen die je in de Sims kan aangeven. En wat we dan gaan doen, is dan gaan we een keer een aflevering doen dat ik gewoon speel. En dan komt er een aflevering dat ik een Sim nabouw. Of dat ik een sub nabouw. Als Sim. En dat kost natuurlijk best wel veel tijd. Dus we gaan niet dan ook nog spelen. Want dat werkt niet. Dus we hebben dan aflevering een sim. En dan zetten we hem in het huis neer. En dan gaan we weer een keer spelen. En op een gegeven moment gaan we dus ook in het huis spelen. Want we krijgen een soort YouTuber huis. Alleen het zijn mijn subs. Dus het is een soort subhuis. En daar gaan we dan, we gaan allemaal dingen doen. We gaan feesten erin houden. We gaan kijken wat er verhalen gebeurd zijn. We gaan de spelers ook op autonoom zetten. En dat houdt in dat ze zelf beslissingen mogen nemen. Als je nu bij mijn instellingen zou kijken. Dan zie je dat mijn poppetje eigenlijk niet heel veel beslissingen zelf mag nemen. Dus ik kies alles voor hem. Maar... Ik laat die Sims dan wel op autonoom staan, zodat jullie dan zelf kunnen groeien en kunnen leren en zo. Dus dat lijkt me wel een grappig experiment. Een soort simweken. Het worden niet super lange afleveringen elke keer natuurlijk, want dat is wel heel veel werk. Maar ik ga ze in ieder geval proberen elke week te doen. En misschien meer dan 1 keer per week. Vooral het maken van een sim lijkt mij wel heel leuk. En dan geef ik een beetje een invulling waarvan ik denk hoe je eruit ziet. Ben je atletisch of ben je juist iemand die alleen maar achter de computer hangt? Ben je heel erg snel chagrijnig? Ik ga geen super evil sims maken. Dus ik ga geen sims maken die heel erg gemeen zijn. Dat vind ik niet zo leuk. Dat past er niet zo goed in. Maar we komen er wel uit en het krijgt vanzelf vorm. Nou, ik heb dit keer gelukkig iemand gevonden... om mee te schaken. Dat is wel gezellig. En dit is volgens mij de tuinman, denk ik. Ik weet niet, hij ziet eruit als een tuinman. Hij heeft een schort voor zich. Hij heeft tuinhandschoenen aan. Misschien is het verzorger van het park. En laten we gewoon even kijken wie het is. Een beetje leren kennen. Nieuwe mensen in het spel is altijd leuk in de Sims. En je hebt dan ook wat meer te doen. Je kan met wat meer mensen praten. En als ik dan een keer een feestje wil geven, komt er tenminste ook iemand op bezoek. Anders is het wel een heel klein feest. Wat ik wel leuk vind van het schaken is dat je ook nog kan praten met iemand. Dus je plezier gaat omhoog en je sociaal gaat omhoog. Nou, ik vind het schaken, laat ik even voor wat het is. En ik skip door naar het volgende gedeelte. Je ziet het ook, ik ga het hier versnellen. Maar ik ga een echte knip maken voor jullie. Want dan hoeven jullie niet zo lang naar zo'n potje te blijven kijken. Ik ben weer thuis aangekomen en het wordt tijd om wat freelance werk te gaan doen. Omdat ik natuurlijk iets moet gaan veranderen aan de geen koelkast situatie. Dus met freelance werk kan ik wat makkelijker wat geld verdienen. En dan gaat het gewoon wat sneller. En dan heb ik ook gewoon een koelkast in het huis. Ik had van jullie ook wel dat je een hele goedkope barbecue kon kopen. Had ik gelezen en zo. Dus die tips van jullie vind ik hartstikke handig.
Nou ja, ik had dit al opgenomen. Dit is al een tijdje geleden opgenomen. Ik neem altijd heel veel achter elkaar op. Dat ga ik trouwens met de SIP-weken niet meer doen, hè. Want dan moet ik wel een beetje kunnen inspelen op wat jullie allemaal zeggen. Dus dan ga ik niet zoveel vooruitwerken. En wat ik ook nog even wil zeggen. De Sims-video's worden voortaan de tweede video op de dag. Dus ik heb gewoon een hoofdvideo. Dat is in de ochtend. Mijn video's in de ochtend zijn altijd mijn hoofdvideo's. En dan heb ik in de middag rond 1 uur of 2... zet ik dan een tweede video online soms. Als ik tijd over heb of als ik een extra filmpje weet. En in dit geval gaat de Sims een tweede video worden. Tenzij het echt duizenden mensen gaat trekken. Dan wordt het een hoofdvideo. Maar nu is het gewoon een kleine groep mensen die het leuk vindt. En dan spelen we dit samen. En daar doe ik het dan voor. En dat vind ik niet erg. Maar dan komt het als tweede video in de middag komt het online. Nou, ik moet even mijn plezier omhoog zien te krijgen. Want van het freelancerwerk word ik een beetje chagrijnig. Dus mijn plezier gaat nu omhoog. En dan skippen we weer even wat verder. Zodat je niet naar een balkje hoeft te kijken. Nou, we kijken nu eventjes naar mijn huis. En dat grote lege huis hier, misschien had ik het nog helemaal niet moeten bouwen. Want dan had ik gewoon een wat legere tuin gehad. Maar ik wil hier toch echt wel binnenkort een science lab gaan bouwen. En ik denk dat ik trouwens niet eens genoeg ruimte heb gemaakt om een telescoop buiten te zetten. En of mijn raket. Nou ja, we merken het wel. Ik ben in ieder geval nog even aan het gamen. Mijn plezier is bijna helemaal maxed out. Dus dat is goed. Dus daar stoppen we ook weer mee. En dan gaan wij gewoon weer even verder volgens mij. Want ik weet het niet zeker meer. Maar dan ja, we gaan weer verder met het werken. Want het moet af. Mijn freelance werk moet af. Freelance werk betaalt heel goed. En hoe beter ik word met het programmeren, hoe meer werk ik kan krijgen en hoe beter mijn werk ook betaald wordt. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Ik weet niet of het zo goed gaat betalen als wanneer ik zou gaan schilderen, maar ik heb nog geen tijd gehad om te schilderen. Ik ben gewoon heel hard bezig om die koelkast te verdienen. Nou, de balk is bijna vol en dat betekent dat ik dan weer een niveau omhoog ga. En als je weer een niveau omhoog gaat, krijg je weer nieuwe mogelijkheden. Kijk, ik heb niveau 6 bereikt, dus dat gaat eigenlijk al best wel hard. Dat schiet best wel op en daar ben ik best wel blij mee, want ik wil eigenlijk stiekem toch wel een betere hacker gaan worden. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer gaan hacken en kijken wat de gevolgen daarvan zijn. Misschien moet ik wel naar de gevangenis. Misschien zijn er wel helemaal geen gevolgen voor. Nou ja, we gaan er gewoon achter komen met z'n allen. En dan is hij overdag een vriendelijke man die, ja, die gewoon zijn werk doet, een freelance werk doet. En 's avonds hackt hij de boel bij elkaar om gewoon wat extra geld te verdienen. Gewoon omdat het kan. Ik vind het leuk, het programmeren gaan we nu weer door met oefenen. Even kijken, is hij bijna klaar? Ik ben energiek, want ik vind het blijkbaar heel leuk. En ieder moment gaat het nu zo zijn dat ik klaar ben met dit gedeelte. Het balkje is bijna vol. Ik heb nu 167 simoleons. En nou, ik moet naar de wc, zie ik, en ik heb honger. Dus dat, nou ja, dat moet natuurlijk wel gaan gebeuren. En we gaan wat pizza bestellen. Want dat is natuurlijk ook nodig om te zorgen dat ik wat kan eten. En nou, dan moeten we dus een dienst inhuren. Het duurt wel heel lang voor die klaar is. Ik ben er bijna, is hij zover. En weet je, misschien komt die gezellige pizza mevrouw. Oh, 237 is erbij gekomen. Dat is mooi. En die koelkast die hadden we gezien, die was iets van 300 nog wat. Dus we hebben genoeg geld om een koelkast te gaan komen. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Nou, ik moest even mijn handen gewassen, want ik ben naar de wc gegaan. En ik kies een pizza. Even kijken. Het wordt nu tijd om die koelkast te gaan plaatsen. Dat is wel super relaxed. Even kijken. Met Femke kletsen. Sure, Femke is de pizzabezorgster. Dus dat komt mooi uit, want die heb ik net besteld. Dus ik hoop dat dat inderdaad goed gaat. Maar kijk, pizza tijd. Het is inderdaad pizza tijd. Maar het is ook eindelijk koelkasttijd. We kunnen een koelkast gaan kopen en die gaan wij nu neerzetten. Nou, de koelkast die ik ga kopen is de allergoedkoopste. 375 kost die. Dat is niet onwijs duur, maar we moeten het ermee doen. Ik zet hem even tijdelijk neer, want dan ga ik daar op die plek waar je dat blauwe kastje ziet, waar ik hem naast zet, daar gaan we hem neerzetten. Dus hij zit even midden in de kamer. Pakken we deze. Die gooien we in de verkoop. En dan zien we dat ik er dus 120 terugkrijg. Ik had hem dus al veel eerder kunnen kopen. Maakt niet uit. Dit is niet echt een hele mooie plek. Hij staat een beetje raar daar. Maar dat maakt niet uit. Hij staat wel tegen een muur. Die muur kunnen we alleen niet zien, omdat ik ze helemaal naar beneden heb staan. Dus eigenlijk valt het best mee. Alleen, ik denk dat hij misschien aan de andere kant van de muur wat mooier zou staan. Dan kan je wat beter de keuken inkijken. Dat gaan we misschien binnenkort veranderen. En ik verander ook meteen even die douche die ik verkeerd, tenminste, het is niet echt verkeerd om, want toen ik in de gym was, zag ik dat ze die douches ook zo hadden neergezet. Maar ik vind het toch mooier als de douche met de douchekant tegen de muur aan staat. En ja, het ziet er gewoon wat leuker uit op deze manier, in plaats van dat je tegen zo'n rare achterkant staat te kijken. Dus dat heb ik meteen meegenomen, die verandering.
Nou, nu is het wachten op de pizza en kijken of ik nog een babbeltje met Femke kan houden voor wat extra punten. Want die punten kan ik weer gebruiken om mijn poppetje wat makkelijker te maken. Want je kan dingen zoals bijvoorbeeld dat je minder eten nodig hebt, of dat je minder slaap nodig hebt, of dat je minder naar de wc hoeft te gaan. Dat kan je allemaal doen met de bonuspunten die je elke keer verdient. Dus er is wel een goede reden om al die dingen te doen. Nou, ik heb er weer 100 bij en dat is niet Femke. We hebben een andere pizzabezorger. Dat is jammer, want het was altijd wel gezellig met haar. Ze kwam altijd zo leuk binnen en zo. Maar ja, hij heeft zijn werk goed gedaan. Dus we gaan nu de pizza van hem halen. En nou, jammer. Ik had gehoopt dat je Femke was. Het is niks persoonlijks. Maar nou, tot de volgende keer. Kijken we wat ga jij doen. We geven je een fooi, want je hebt wel je werk goed gedaan. Dat vind ik altijd wel zo netjes. En we vragen je ook gewoon meteen om weg te gaan. Want ja, ik ben een beetje teleurgesteld dat je niet Femke bent. Die wilde ik graag mee praten. Maar omdat je wel je werk hebt gedaan, kan je gaan. Succes ermee. Ik ga nu een stuk pizza eten. En wat ik nu met die pizza kan doen, ik kan het in de koelkast doen. Nou, en dat is natuurlijk super handig. Het is ook al bijna het einde van de dag. Het is al 11 uur geweest. Dus ik ga nu, tenminste 11 uur in het spel, hè. Ik ga het afronden. Laat jullie even in de comments weten wat jullie van het YouTube sub idee vinden. Dat van mijn subs maken in de sim. Of je het een leuk idee vindt. Of jullie nog ideeën hebben wat we ermee kunnen doen. En hoe we het kunnen aanpakken. Dan kan ik dat meegenemen. Ik heb nog wat andere video's. Maar we zitten nu al over de 11 minuten heen. En mijn sim gamerpapa die gaat nu gewoon zijn pizza opeten. Gaat de pizza dan in de koelkast zetten. Zodat we morgenochtend ook wat te eten hebben. En dan gaat hij slapen. Nou, wil je dit blijven zien? Hè? Klik op like. Dat laat mij zien dat jullie het leuk vinden. En abonneer op mij. Abonneer op mijn vrouw. En klik op die playlist die je aan de zijkant ziet. Maar vergeet niet te liken. Dat zou ik heel erg relaxed vinden. Tot de volgende keer. En eigenlijk tot morgen in het spel.